34 van 's werelds oudste auto's kwamen uit Engeland naar Alkmaar om er deel te nemen aan een autogala in het sportpark. Al deze hakkenpuffies zijn 40 tot 55 jaar oud en ze worden als troetelkinderen door hun eigenaren verzorgd. Er waren veel inpitters bij, maar ook twee pitters, zoals deze 12 pk, een Darak uit 1904. De enige Nederlandse veteraan, een Spijker uit 1905, was uitgerust met een buitenboord paraplu. Een fraai schuifdak dat bij uitstek geschikt is voor zomers zoals wij dit jaar hebben. De motor is gestart, dus zet hem op. Topsnelheden van 30 kilometer bereikten ze. De Unic, een viercilinderwagen uit 1913. En het oudste beestje van het stel, een De Coville uit 1899, die de Prix d'Elegance won. De dames die zich in dit avontuur gestort hadden, toonden grote moed bij het hoofdnummer een gemotoriseerde stoelendans. De fanatieke strijd om een zetel trok de bijzondere aandacht van het snorrencomité. De stoelendanseres die overbleef hoorde bij de Unic, die tenslotte nog een ererondje tuchtte.